200 historische bedrijfsvaartuigen brachten tijdens SAIL Leiden een bezoek aan Leiden. Vrijdag tot en met zondag genoten tienduizenden bezoekers van de talloze evenementen rondom SAIL Leiden. Via de Blauwe Meander werden ze naar een aantal hotspots geleid, zoals het Ankerpark, de historische haven en de Aalmarkt. Tussen de historische haven en het Ankerpark werd door samenwerkende rederijen vervoer over het water geregeld met watertaxis. Op deze manier konden bezoekers de schepen ook vanaf het water bewonderen. Door het grote aantal watertaxis van de verschillende rederijen hoefde niemand echt lang te wachten. Zondag werd op de Aalmarkt vanaf 12 uur groente en fruit geveld voor het goede doel. De bekende Leidse marktkoopman Ilias trapte de veiling af. En al snel vlogen de kilo's tomaten, bananen en paprika's de kraam uit voor mooie prijzen. De opbrengst was voor Stichting Natja, dat activiteiten voor kinderen met een beperking organiseert. Dit is mijn nieuwe vriendin, Ashley. Hi. Dag Ashley. Dag. Ben je aan het helpen met de veiling? Ja. En het gaat goed. En het gaat goed. Want ik hoorde al dat het zo goed ging dat Ilias zei, je mag wel komen helpen in de kraam. Ja. Gaan we ook doen. Ja, ga je doen. En ik ga vanaf nu ga ik me ook persoonlijk er echt voor inzetten. En de groenteveiling gaat heel goed. Ik laat iedereen kopen, ook mensen op het water, mensen op de boot. Ja, goed toch. 2 miljoen. Ik laat ze nu bij je bezorgen, is het goed? Ook plastic soepsurfer Marijn Tinga en VVD-raadslid Juliette Gielissen droegen hun steentje bij aan de veiling. Zelfs toen het begon te regenen werd er fanatiek doorgeveld. Dat resulteerde uiteindelijk in een kleine 2000 euro. Daarmee gaat Stichting Natja een droomvakantie naar watersporteiland Robinson Crusoe organiseren. Tijdens SAIL Leiden konden bezoekers op verschillende plekken een kijkje in boten nemen, markten bezoeken en naar muziek luisteren. Ook werden er oude ambachten gedemonstreerd. Wat ben je vandaag hier aan het demonstreren? Wij proberen dat schip in elkaar te klinken. En dat is een verbindingstechniek van voor de periode van het lasapparaat. Die dingen daar in dat oventje, dat zijn dan de? Klinknagels. En die zijn lekker warm. Dat is 900 graden. En de mooie van de klinknagel is, hij doet zijn werk pas als hij geslagen is. Met SAIL Leiden heeft Leiden er een nieuw succesvol evenement bij. Wellicht keert de landelijke vereniging tot behoud van het historisch bedrijfsvaartuig over 3 jaar weer terug met de vlootvarend erfgoed. Maar als het aan bezoekers ligt, mag Leiden ieder jaar wel worden omgetoverd tot een drijvend openluchtmuseum. Het is erg leuk. Ja. Wat zijn jullie aan het doen vandaag? We hebben hier rondgelopen en we gaan nu straks naar de Aalmarkt. En hier is het Ankerpark. Wat hebben jullie hier gezien? Heel veel schepen en heel leuke muziek, Ierse muziek. Uit Friesland. Ierse muziek uit Friesland. Ja. Erg leuk. Ja. Fantastisch. En gisteren zijn we hier ook geweest bij het Galgenwater. Bij de put, ja. En hele lekkere zalm, die werd hout gestookt, hè? Hout gerookt. Nou, fantastisch. En ja. Alle ambachten. Ja. Echt geweldig. Nee, zeker. Echt, het is voor herhaling vatbaar. Zeker.